De pot plattelandsprojecten is bedoeld om het platteland sociaal en economisch zoen te houden. Landbouw is hier net meer de belangrijkste bron van inkomsten en dus moet er in oorzaken investeerd worden. Miljoenen gaan erin om. Het gaat dan om uiteindelijk de projecten, het opknappen van dorpshuis De Nije Warf in Watersvaart, een moedingsplak voor de regio, of de moanen van de Ierde op Skielge, om mensen bewust te maken van het kwetsbare van de Ierde. Relatief jongen gaat het meeste geld naar de waterlanden. Net echt een probleemgebied. Het meeste geld gaat naar die gebieden waar de minste problemen zijn. En waar de noden niet het hoogst zijn. Dat had je eigenlijk wel mogen verwachten. Ik denk dat wij geld uitzetten hebben. De oude ondertrijen hier op een heel soort plakken in Friesland. En wij hebben het vooral uitzetten op die plakken waar wij van wisten. Daardoor gemeesten er wat mooi. Dus we hebben kansen grepen. De provincie moet eerst in kaart brengen wat nou de probleem krijgt binnen en hoe die oplost worden moet. Maar de provincie wil krijgen dat de streek zelfs met plannen komt. Wij horen ervan dat mensen dat zelf ik oppakken. En dat wij ik sturen gaan op de kansen die het mensen zelf zorgen. De Rekkenkamer vindt het project van de medicinerobot een slagend plattelandsproject. De huisarts kan een apotheeksfunctie houden, ik op het platteland. Maar wat nou onderzoek naar de bijensterten op de waadeiland bijdraagt om de leefbrunst op het platteland of de economie? En Savisa, het onlissen van parkeerplakken, sportvelden, het in staan houden van fruitbiem, de moanen van de Ierde. Wat smiet het nou op? Het was logisch geweest dat men had gekeken, wordt nou ook het effect bereikt wat bedoeld was? En dat is helaas niet gebeurd, nee. Wat gaat het opsmieten? Nou ja, maak je dat maar eens concreet. En nou ja, daar mogen we dus op instekken. En ik denk dat we in de toekomst veel meer de vinger aan de pols moeten houden. En niet zomaar de gedeputeerden op de blauwe ogen en op de mooie rapporten moeten vertrouwen. Maar veel eerder moeten zeggen, kom eens even met resultaten. Deputaire Konst vindt het maar dreig, de leefbrunst mieten. Maar zult er nou wel maar concretere plan komen? En ik zal de uitkomsten beter rapporteerd worden.